Oké, dus vier. Vier, doe maar. Drie. De jury, dat ik helemaal kleed voor, dacht ik. Ja. Ik heb geen enkele voorkeur, nee. Ik heb stiekem op mijn favorieten, daar zal ik voor strijden. Ik heb mijn geen favorieten, we gaan het van vandaag af laten gaan. Welkom in de Ons Kind Ons, we hebben alle baantjes al verdeeld, wereld van Steven de Jong, regisseur. Zo gaat het. Ja. De jury is dit keer net unaniem. En je toch pittig in discussie. Hey, absoluut. Een van de twee dames heeft gewonnen. En voor mij is dat Sietske en voor jullie is dat Nienke. En dan ben ik in de minderheid, dan is het 2-1. Ja, maar ik win het net altijd. Je denkt altijd dat ik het win, maar dat is natuurlijk net altijd. Het is teamsport. Maar wij koesteren een ontzettend warm gevoel. Wij kunnen niet zonder elkaar. Nee. En de winnares van Auditie Dankert en Dankert is Wudden, Nienke Bor. Het nieuws denken van ja, maar ik speel je te groot voor een camera. Je zou eind de tijd moeten vinden om voor jezelf door die snaar te gaan om bij elke scène uit te gaan zoeken waar je zit. Ja, waar zit je in rijden? Nee, daar moet je eigenlijk. Met name de eerste 14 dagen met alle scènes met de broers. En dit zijn al die scripts die ik voor de eerste keer onder de eer krijg. En morgen beginnen we te draaien. En als de oorzaak scène leest, dan leest die eigen partij een hard schinspel. Dus dan zit het altijd op zo'n een gedeelde factor. En dan moest uiteindelijk gewoon het hele script uit de kop kennen. Ik ben al die 30 pagina's in. Het is even op de record. Okay. Eerst zit op het punt hier in de formatie en door verschoolers die achter de zwijgplicht. Het is net oors. Nee, dat klopt, het is net oors. Nee, als wij neer doggen, dan is het net oors. Nee, no fuck de zwijgplicht. We zoeken een lookalike voor Peter. Ga je ook tussen een kistje? Ik heb dus een kistje. Het is low budget, no? Ga je ook tussen een kistje? Barefoot ben ik precies 1,80 meter. Nou, ik stel voor dat deze meneer en deze meneer nog even achter. Ik vind jullie beide niet goed. Ja, dan moest toen een pasfoto, maar is die woordwerk. Ik denk dat ze daarop selecteert, hè? Ze is echt een paparazzi, die man. Ja. Huh? Nee, we hebben hem gewoon niet, vind ik. Zou ik het eventueel morgen kunnen doen? Ja, je met kapsel te maken, hè? Ja, ik moet dit gewoon overleggen. Dit kan ik niet zelf beslissen. Dat is... Vrijdag, showtime. Ja, het begin vind ik wel altijd mooi. Mooi een idee wat klop je mat. Wat die in PSN zin nu lezen kist. Zoals je nou, je advocatenserie en dus je inspiratiebron dat binnen de ankers. Dan krijg je gelijk wel een beetje een beeld welke kant dat uitgeeft zelf. En hij is aan de ene kant nodig, zeg maar achter de schermen voor een stukje begeleiding en feedback. En aan de andere kant koketteren we er natuurlijk ook heel erg mooi. Gebaseerd op zaken uit de praktijk van de gebroeders Anker. Nou ja, dat is natuurlijk op zich wel een teaser. We wachten op het licht. As usual. Nou, vandaag doet Steven de regie. En morgen en nog 2 dagen deze week doe ik het. Ik ben met het... Met een van deze boekjes op een score die slier vallen. Want ik word er midden in de nacht razend en goelend wekker. We zijn op het kantoor van de heer Dankert. Van Mie Swan dus. Hoe die engel dus dood. Waarbij dan de melding komt dat de zaak voorkomt. Dat er dus belastend materiaal voor is. En hoi, dit daar. En die denk ik nog dat er een bepaalde rol in spelen kan.
Maar goed, ik ben dwaan op het oren papier. Ga gauw mogelijk voorlezen aan het OM. En waar denkt hij dat ik mee bezig ben? Wat ik wat voor die dwang in? Nee, dat ken het. En voor jij, Jelle? Nee, tegen dank, hè? Ja. Nou ja, je bent met te vinden, hè? Ja. Op de borgerijen, hoor. Bij de friske hapjes, nou. En nou, eerste scène van de draait. Alles op Pieter dien. En nou, horen pakje, horen mentaliteit, horen personage, nog. Ja, we gaan nou naar Jelle. En... Jelle heeft een moedervlekje en Pieter niet. Elke scène wordt er een ommetje gemaakt, dus elke keer is het moedervlekje erop, moedervlek eraf. Gewoon, dan kun je zo die pakken. Ik heb als je de bril, voorkeur, moet ik je zeggen. Als je je bril... Kijk, zit hij er. Ja. Okay. Boer, patser. Jongens, en nou is het uut, hè? Steltje kleuters. Je me liedjes ziet ze en Hielke wel. Nou, de officier van justitie in een bepaalde zaak, dat is in deze keer is dat Karin. En Karin is de ex van Pieter Dankert. En tussen hun broeit nog heel erg een soort spanning. En daar is Jelle niet blij mee. Ik kom zo net van u los. Nou, vreeg is toch oorpleetsing, hoor. Ja, maar dan zorg ik daar net meer. Nee, nou, dat was straks. Karin is getrouwd. Dus het is een stiekeme affaire. En die affaire gaat ook niet altijd even goed. Dus het gaat toch wel op en neer. En dat spelen ze ook uit in de rechtszaal. Als ik zeg substantieel, dan weet iedereen waar ik het over heb. Ja, ik niet. Behalve meneer de advocaat hier. Ik zou heel erg graag willen weten hoe groot die substantiële hoeveelheid is. U wilt weten hoe groot die hoeveelheid is. De mensen moeten net denken bij wat ze zorgen van... en bij het optreden van Pieter Tuinman, van Peter Tuinman, wat ik zeg. Dat is haar anker of dat is wij anker, dat ken net. Uw zaken binnen het uitgangspunt en de scenario's creëren, die litten hun fantasie erop los. De dialogen schrijf ik in één keer door. Gooi het eruit. En dan doorgaan aan het einde. Kijk ik naar wat het eigenlijk is. Voor Dankert en Dankert had ik de opdracht voor 2 afleveringen. Ook maar betaald voor 2 afleveringen. Maar ik heb er 3 geschreven. Maar voor 2 betaald, maar dat snap ik wel. Maar omdat ik het zo, zeg maar, zoveel schrijf, maar wel goed, konden we er 3 van maken voor hetzelfde geld. Dus. We hebben in één geval hebben we een script voor een deel herschreeuwen litten. Omdat de advocaat, een van de Dankerts der, een bepaalde... bepaald optreden hier waarvan wij zijn, dat is tuchtrechtelijk laakbaar. Nou, ik vind het heel fascinerend. Ziekenhuizen vind ik fascinerend. Ik heb vroeger Medisch Centrum West geschreven. En ziekenhuizen vind ik altijd mooi uitzien op film. Het is een mooie omgeving, mooie arena zoals het heet. En daar mooi met onder de TL-buizen, een mooie moord. Ja, dat prikkelde mijn fantasie. In dit stik, en dat is misschien wel aardig om te melden, heb ik lezen dat een van de Dankerts min of meer een relatie krijgt met de officier van justitie. Nou, dat is eigenlijk onbestemmer, want dan kun je net met zijn oerlijke staan in de jochtzeel. En de meesten dus in Friesland, die moeten net denken dat... mijn Hans of mijn baat is. Ja, of het mag mijn broer wezen, want ik weet natuurlijk net alles van hem. Dus ik ben juist er, Jonne, om een uur eens Jelmien een beetje rondkwam, omdat ik eerst in een haag nog aan de gang weer. Dan mag ik dat alleen maar zeggen, altijd bij mij, hè, want... Dan zal ik de meest intense overweging maar dat ik nog het hele koffer kan meenemen of net. Als jonkje, op een legere school in Heiti, die hoofd onderwezen. En mijn mem die had mij eens een keer verteld, dat doe als jonkje van hier is zij zoon, moet uit bed uitkomen, heel lulk wie en dat mijn mem zei wat dit er aan de hand leven jongen. En dat ik doe vol overtuiging naar van ik liet je wel naar arbeid, omdat ze betekent op moet. Maar die komt maar even nu denk ik. Ja, hoe laat is het eigenlijk? Had je een hallo? Ja? wanneer is het je? Dat is grap om een kwartier verrassen, dat valt er wel mee. Ik had wel lekker slept, dat scheelt ik wel weer. Dan nemen we de veewijn. Die nemen we mee. Mag er maar even instappen.
Maar die zetten we daar even down. Zie ik de door in van je nee, dat goed net, joh. Oh, je redde dat wel? Ja. Nee, maar ik moet even een shotje dat je instapt. Ja, sjo. Als ik van de voor niet een draaiboek krijg, dan... Dan goedemorgen. Dat is Joos even. Er staat dus officier van justitie. Die staat er breed zwaaiend en geniezend en leidt ze al in de door. Dus ze die kennen het niet gepast. Daar ga je toch een affaire mee? Nou, zeg ik die vertel. Oeh. Ze weet wat jij dat hotel is, maar ik zei, die jongen die komt erom zijn camera uit. Zie je, dan mag je eruit wijzen. Ja, zo, dan mag je natuurlijk met z'n allen een wat langere tijd. Nou is dit een beetje roll on, roll off, zeg ik altijd maar. Want dan ben ik er bij wel en dan ben ik er bij net. Maar meestal is het zo dat je maakt een vrij lange tijd met je machinaal door de bocht. Dan zit ik een heel grote productionele stress zit erop. En met name ik ben producers disse die in verhouding van natuurlijk, in verhouding van vierste min budget makkelijker maakt. En soms denk ik wel eens de skiering tussen moa's, mijn hondje. Alleen dat er een stad erin. Op ziek, nee. Misschien nog een restje bier in een blikje, ik weet het niet. Is vaak dichterbij, zou je denken. Met een eigen leeg budget. Een leeg budget, put. Ja. Waarom heb jij mevrouw de Vries haar medicatie nog niet gegeven? Zo, ik krijg eraan. Dat is dus wel veel te laat. Oh, sorry, hè? Altijd hetzelfde met jou. Nog één keer en ik maak rapport. Steven de Jong, regisseur en acteur, heb ik op het Spijkop mee gezeten. Peter Tuinman heb ik nou voor het eerst nieuw ontmoet. En een hele warme man. Ik hou me van een mooie temperatuur, maar... op de tijd, het is... Knuffelt de hele tijd met je? Ja. Nee. Dat had je niet verwacht van een Fries? Nee, dat had ik niet verwacht van een Fries. Dat had ik altijd wel een beetje invloed. Juist maar als je op een set komt en er zitten 24 figuranten in de hal. En je komt een beetje vleurig binnen en je roept eens een keer goeiemorgen. Dan is de start al een stuk beter dan wanneer er een clubje vol binnenkomt. En dat die mensen denken van, oh, wie zit hier al, waar ben wij eigenlijk wel welkom? Ja. En dat hang ik dan wel eens mee maken. Ja, net bij, je er helemaal niet bij. Maar ik kijk wel eens op de filmset, waar staat mijn super een beetje schammen van het feit hoe ze mij sommige mensen omgaan. Mijn functie is stand-in voor... Verdankerd, hè? Voor Peter Tuinman. Waar is de officier? Wat is het? Drie keer rieden. Nee, mijn achterkant komt alleen maar in beeld, denk ik. Van de voorkant liggen we net zo'n bord op elkaar. Hè? Er waren conflicten in. Bullshit! Zij haat het wel, Dien! Ze is het paardbuster, ze is gek! Mevrouw, als u niet stil bent, dan moet ik u laten verwijderen. Achteraf je er toch niet imaginaal? Maar die skinhielige hasses van haar liet zij een spoor van vanille achter. Ik dacht dat ik hier gewoon een beetje kon gaan staan en even kijken. Maar ja, ik ben al 10 keer gebeden onderaan, dus... Dom is de muis, de muis! Nee, dom! Dom was dom! Dom was dom! Wacht even, ik doe het vanaf. Dat is het verschil. Ja, mag ik dan even focussen naar hem en... Ja, het zijn toneelbijten, denk ik, dus je ziet het niet echt, maar... Het is heftig, hè? Ja. Ja, dat is een zeer gevaarlijke delinquent. Die is net bang voor de rechterlijke macht. Dus die mogen we dan tot de auto roppen. He? Vind ik wel leuk. Blijf het door. Ja, je zit op een gong dat ze in een echte rechtszaak de gong opkamen. En dat de parketwachter zegt en wij slepen moesten om het volk in de stakken te houden. Dus wij kennen daar in de protte permitteren. We denken altijd dat dat een hele rustige gedragen. Nee, er zit wel vuur in, er zit passie in. En dat past natuurlijk ook bij de ouders. Elke moordenaar is net persoon die voor 80 jaar achter de tralies moet. Soms zijn er omstandigheden dat als de moord begrepen is, hoe raar het ook klinkt. Mooi waar en dan denken ze. Dit is een land van talent.
met een kleine zwiepen erin. Ik heb een pijn bij die en het zeker nodig. Dit is een bevraagd. Zou ik die eens even lekker op zien? Kom, bad. Nou is het volzelf zelf. Ik ben van Bonaire gekomen en nu had ik de temperatuur wat mijn had. Is dat nog wat vol te horen, die dubbele haatrol? Ja, dit is scherpblieuw, hè? Nou, dat nodig je het wel. Denk ik. Moeilijk, hè? Moeilijk om mezelf door te beoordelen. Dat is altijd moeilijk. Pieter, ik hou van haar. Wat zei ze? Ja, ik weet wel dat ook dat soort gevoelens net kersten, maar ik hou van haar. Nou, haast van haar? Ja, dat zie ik toch. Oh, nou. Dan best wel een, jongen, best wel een. We hebben hier net dus een scène rijden dat Peter Tuinman zowel de ene Jelle als de andere Pieter Dankert speelt. Nou, ik heb echt bewondering voor hem, hoe hij dat steeds voor elkaar bokst. En ik ga zeggen dat we met hem als acteur voor die rol echt in de kruisen kunnen knijpen. De scène dat de Dankerts een wedstrijd van Heerenveen bezoeken. Dus we moeten dan nauwe shots maken om niet op te laten vallen dat het stadion niet gevuld is. Oké, we doen precies hetzelfde nog een keer. Close op, Peter. Vitaminen, knoflooken, cutinen en... We willen al hier ouder worden, hoor. We willen ouder worden en dan denken we dat alles wat dus onbeen wordt, dat het ik al een keer helpt. Nou, jammer naar mij. Verred het al een keer, maar het helpt je een donder. En de drogist die stuurt aan deze kant. Wist er nog verdomme heel dol gek worden? Nou, best wel verdomme heel dan gek worden. De drogist, de man van de balie, die heeft net gebeld dat ik heb gestolen. En ja, dan komt mijn vader. Nou ja, dan weet je de reactie wel. Nou, ik ben blij dat je mij even bellen. Bied een excuus om. Hakkeldien. Dan tost het nog een keer. Wat, ja, waar dacht hij jou op? Wacht even. Ik heb straks met de rep niks meer. Moest ik oefenen? Of? Ja, een beetje. Maar ik ben de letter bijkaam. Want de oren die het outside. Oh. Nu verkeep ik parfum shop. Ja, wist. Werd toch niet om. Wat kan je adviseren? Jouw rest is warm en noffelijk voor het gevoel. En vreun voor altijd. Dit cadeau ken ik altijd, nou ik met er echt heen. De geur van tuberose. Net tuberculose, hè? Nee. De geur van tuberculose. Noffelijk en exotisch. Ik ben het bekom van de vorige emotie. Ja. Dat is mooi. Nunnetje en haar gezicht. Ze is erg ziek. Ja. Killer. Ze is een killer. Ik net. Ik hoor van mijn patiënt en ik doe dat net. Nou, ik heb makkelijk. Hè? Ik lees hier een makkie. Dan lees ik alleen het is warm. Ja. Maar de tekens. Je leest hier dus nog wel fjouweren, dus... Ja, die te gaan. Ja. Ja. Ze piepte me op of ik hier kon assisteren. Ik dacht dat het een grapje was, maar bleek niet zo te zijn. Nou, je hebt hierbij. We kregen vanmiddag de kritiek dat die naalden, ja, die hebben wij ook maar gekregen natuurlijk, dat die veel te lang waren. Dat dat helemaal vervelend was voor de patiënt. Nou, ze zijn wat dik. Hij is het dan een dikke... Nou ja. Maar nee, hier spuit je eigenlijk niet mee in een ader. Daar is hij wat te dik voor me. Ik heb natuurlijk wel de mooiste close-up. In Groningen pakten ze hem ook niet. Nee, want het is juist een hele moeilijke ader om te vinden. Nou, misschien wel de linkerarm beter, maar ja. Ja, dat kan niet natuurlijk. Nee, dat kan al niet. Zuster, ik kan niet sliepen. Het is 8:00. We hebben zometeen een briefing. Vandaag vlucht naar Manila. Hele leuke co. We hebben echt een hele leuke co. Ik bedoel, de lunch ligt ook al klaar, zie ik wel. Ik heb wel vastgenomen de lunch. En de voorzitter nogal wat scènes met de officier van justitie en Rjochter Arend. Ja.
En daar zag ik heel belangrijk. Zag ik daarmee. Dus vandaar dat ik wat fleuriger ben. Want ik denk, nou, ik ga net de start met enorme lange pleidooien of lange scènes. En dat scheelt altijd wel even. Ik ga laatst nog, toen had ik ook Gussek op in Beul gekregen van Sjoek. En toen begon ik eerst een hele monoloog uit Macbeth van Shakespeare. Ja, dat klopt net, hè. En, maar ja, het was maar eens beteet, als je had het al gedraaid, we zijn net de meeste die in de gaten hier. En doe je de montage, dan zijn ze blinder dan het hij, je klopt wat net. En toen gaan we dat heel de loer draaien. Verder, kom op, mooie acteur. Dus dan kom je hier aanrennen, langs die bos dat die bulk houdt. Ja? Dus Jos, we zitten straks in de closing shot, zitten we bij die. Het is aldermachtig, wat is hier gebeurd? Ja? Dat zijn wel aardige dingen, no? Beetje boeten, mooi waar, wat wetten erbij. Straks krijgen we actie en dat betekent dus dat wij de pomp even uit moeten doen, want anders hebben ze opnames. Ja. Verder, Wenda hier. Als op jouw actie kan ik de brandweer uitschakelen. Hey, dankjewel, Wenda. Dit was al lang drie oh, rotzak. Ja, maar ik jou die keer terug. Dat is wel aardig. Nee, maar